dit doen we zonder geluid vandaag, jongens. Oh, hij doet het weer. Hey, dit is oude kindjudo. En we zijn nu bezig met een trein, want die trein rijdt altijd door de bergen. En soms heeft die trein ook een beetje een vierkant wiel. En dat doen we met onze korte broekspijpen. Een vierkante wiel. Een beetje alsof ik een beetje mank loop. Ah, en als ik zeg ja, ja, heb je moeder gezien? Nog zwaaien, die moeder, hè? Als ik zeg ja, dan pak je eventjes je papa of je mama. Ja, pak je papa of je mama. Nou, gaan we bewegen. Ga eens voetje tikken met een korte broekspijp. Ja, voetje tikken. Ja, goed zo. Tik die voet. Tik die voet. Sommige papa's en mama's zijn veel te traag. Tik die voet. Tik die voet. Ja, en nou, ga nou eens haken, jongens. Haakjes, laten zien die beenworp. Haken, korte broekspijp, achter korte broekspijp. En boem! En boem! Oké, en ja, en weet je wat? Als nou de papa en papa's en de mama die gaan even handen en knieën en laten ze een vliegtuig zien. Een vliegtuig, maar dan wel hele grote vleugels. Een vliegtuig. Alleen het vliegtuig zit natuurlijk niet stil. Het vliegtuig beweegt ook, hè. Dus die vliegt. Ja, het vliegtuig beweegt. Dat is wel de bedoeling. Maar we hebben niet alleen een vliegtuig, maar dit is eigenlijk voor jullie dus heel belangrijk. Want het gaat om dat je natuurlijk in balans bent, hè. Een judoka moet goed in balans zijn. Maar we hebben niet alleen een vliegtuig, we hebben ook een helikopter, jongens. Laat eens zien, hoe is die helikopter dan? Hoe is die helikopter? Draai. Ja, draai, goed. Draai de helikopter. Ja, draai. Ja, dat is heel goed, zeg. Ja. Ja, en stop. Hey, en duw nou eens je papa of je mama om. Die zit gewoon handen en knieën. Je duwt hem om. En dan ligt hij op zijn rug. En dan als hij op zijn rug ligt, pak je hem vast. Wacht even. Ik ga nog even vertellen. Nog één keer zitten. Wacht even. Nog één keer. Las. Je bent al te dik aan het vechten. Nog één keer. Las. Kom eens. Las. Ja, Las. Oh, je is zo sterk geworden. Dat is echt niet goed. Las. Straks dan duw je papa om. En dan mag je kiezen. Jongens, als jullie om nu mag je kiezen. Het wordt of een gewone houtgreep. Of het wordt een tafelhoutgreep en een knuffelhoutgreep mag ook. Dus je mag zelf weten welke houtgreep je doet. Ik tel tot drie en dan keren we weer voor me. Dan kiep je hem op je rug. Nou, oh ja, en dan ben ik wat vergeten. Als ze in die houtgreep liggen, dan tellen we met z'n allen tot tien. Dan zien jullie straks een filmpje. Die telt 1, 2. En de bedoeling is wel dat we allemaal tillen. Nou, duw hem even vastpakken. Ga ik eerst even kijken of die goed is, die houtgreep. Waar is de klok? Ik zie nog geen klok op het beeld. Het filmpje. Waar is die film? Nou, ik doe met z'n allen. Wacht even, komt-ie. Heb je goed even kijken, dit is de knuffelhoutgreep. Een knuffelhoutgreep. Een tafel. Ja, en 2. En 3. Tel mee. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ah, ja, prima. Perfect. Oké. Kom maar staan allemaal. Kom maar staan, goed weer netjes af. Kom maar naast elkaar zo. Netjes af. Hé, hey, en als we nou afgegroet hebben, dan gaan we dezelfde kant op waar we opkwamen. Oké, okay? Dan lopen we terug. Rechtop allemaal, groeten. Hé, hey. Fantastisch gedaan. Ga mee jongens, kom maar. Ja.